Hey, wat super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de boeken die ik heb gelezen in februari en maart. Ik had eigenlijk gehoopt om heel veel boeken te lezen, maar ik moet zeggen, het viel me een beetje tegen. Mijn naam is Yara, ik maak video's over alles wat met boeken te maken heeft en bijna wekelijks plaats ik op dit YouTube kanaal video's. Vandaag is het een beetje een bewolkte zonnige dag, dus het licht doet soms nog een beetje gek. Sorry daarvoor, ik kan er vrij weinig van maken, maar we doen het ermee. Ik zal dus kijken op mijn Goodreads. En ik zag dat ik in februari 2 boeken heb gelezen. En ik dacht dat ik er meer had gelezen. Maar ik dacht eigenlijk ook van, dit is ook wel een beetje de realiteit. Dit is hoe het gewoon soms is. Als je heel druk bent of een periode op werk hebt waar je gewoon heel veel voor moet doen. Of misschien een beetje stress hebt of niet lekker in je vel zit of wat dan ook. Dan lees je gewoon even wat minder. En dat is wat ik de afgelopen tijd heb ervaren. Dat ik gewoon even iets minder heb gelezen. En dat betekent niet dat ik lezen niet leuk vind, maar dat het er gewoon af en toe niet van kwam. Ik heb even de 2 boeken van februari erbij gehaald. En de eerste is Business or Pleasure. En dit boek is geschreven door Rachel Lynn Solomon. Ik had al eerder een boek van haar gelezen, namelijk The X-Talk. En dat vond ik een heel leuk verhaal. En daardoor dacht ik wil eigenlijk meer boeken van Rachel Lynn Solomon lezen. En dit boek is dus niet zo lang geleden verschenen in het Nederlands. En ik heb hem gelezen. Ik vond het een heel vermakelijk verhaal. Ik vond wel dat het te veel spice bevatte. Ik hou niet heel veel van spicy boeken. Dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar als je daar wel van houdt, dan denk ik dat het een heel leuk boek is. Als er weer een spicy scène was, dan bladerde ik eigenlijk heel snel door in het boek. Omdat ik gewoon merkte dat ik me daar aan ging storen. Het verhaal gaat over Chandler en zij werkt als ghostwriter. Ze heeft een nieuw project geaccepteerd. Namelijk het schrijven van de memoires van de cultacteur Finnegan Walsh. Het zou eigenlijk een soort droom moeten zijn, maar voor Chandler voelt het echt als een nachtmerrie. En dat heeft ermee te maken dat Chandler Finn kent van haar allerslechtste one-night stand ooit. En in dit verhaal gaan de twee dus samen optrekken. Je krijgt mee wat er bij die one-night stand is gebeurd. Je krijgt mee wat er daarna gebeurt tijdens het schrijven. En wat er eigenlijk gebeurt is dat Chandler Finn feedback gaat geven op die one-night stand die zo slecht is geweest. Ze besluiten dus om met elkaar het bed in te duiken terwijl ze aan dat ghostwriting project werken. En dat is waar dit verhaal dus over gaat. En je kunt je natuurlijk voorstellen hoe dit gaat eindigen of wat er ongeveer gaat gebeuren. Het verhaal is wel heel vermakelijk, maar ik vond toch dat er te veel spice in zat. Dus ja. En dan hebben we hier een vrij speciaal boek. En dat is mijn eerste 5-sterren boek van het jaar. Wauw. Het is Het Boek der Deuren, geschreven door Garrett Brown. Dit boek heeft me compleet overrompeld, verrast. En ik denk er nog heel vaak aan, omdat het gewoon echt een heel goed verhaal is. En op basis daarvan weet ik dat het een 5-sterren verhaal is. Als ik gewoon vaker af en toe even aan het boek denk op een willekeurig moment, dan weet ik, ik heb een 5-sterren boek te pakken. Dus met trots presenteer ik mijn eerste 5-sterren boek van 2024, Het Boek der Deuren. Dit verhaal gaat over een boekverkoper genaamd Cassie. Ze woont in New York en ze heeft eigenlijk een vrij simpel bestaan als boekverkoper. Ze doet ook niet heel veel gekke, buitensporige dingen. En op een dag sterft iemand in haar winkel, namelijk een van haar favoriete klanten. En hij laat haar een boek na, namelijk Het Boek der Deuren. En Het Boek der Deuren, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk kunt reizen. Dus je doet een deur open en als je dan aan een bepaalde bestemming denkt, dan kun je er naartoe reizen. En dat kan in je eigen land zijn, dat kan buiten je eigen land zijn, maar het kan ook tijdreizen zijn. Al gauw komt Cassie erachter dat er dus mensen zijn die slechte intenties hebben en dat Boek der Deuren graag willen hebben om verschillende redenen. Er zijn namelijk nog veel meer van dit soort magische boeken, waar je bijvoorbeeld mensen mee pijn kunt doen. Je hebt ook nog het boek Ter Schaduw. Je hebt heel veel boeken. Het is echt niet normaal hoeveel boeken er zijn. En er is echt een soort run op. Er is zelfs een handel in, een veiling. En heel veel mensen hebben dus slechte intenties met deze boeken. En Cassie ontmoet een man die eigenlijk juist alleen maar goede intenties heeft en probeert om dit boek geheim te houden. Op een gegeven moment trekt Cassie met deze man op. Ik ga niet te veel vertellen, want dan geef ik ook te veel spoilers weg. Maar wat er in ieder geval gebeurt, is dat Cassie's hele leven overhoop wordt gehaald door dat boek der deuren, door de ontmoeting met deze man. En het is een boek dat vol met spanning zit. Het is een prachtig concept, omdat je dus verschillende boeken hebt waar je iets mee kunt doen. En vooral het boek der deuren vind ik zelf een fantastisch boek waarmee je dus kunt reizen, wat natuurlijk hartstikke vet is. Dit boek heb ik heel vaak over nagedacht. Dat zei ik net al aan het begin. Maar toen ik het verhaal uit had, dacht ik, dit zat zo goed in elkaar. Ik denk eigenlijk dat dit een perfect boek is in de boekenwereld, omdat het niet weer een boek is dat over tijdreizen gaat, maar juist net even een andere insteek heeft. Ik ben heel blij dat ik dit boek heb mogen lezen. Ik ben heel blij dat ik hem van de uitgever heb gekregen. En ik kan hem aan iedereen aanraden. Dan gaan we het hebben over de boeken die ik in maart heb gelezen. En dat waren er iets meer dan in de maand februari. Ik startte de maand met dit boek. Dit is Bright van Ellie Hazelwood.
Deze is niet zo lang geleden verschenen en dit is een boek dat in de fantasywereld afspeelt. Het leuke is dat Ellie Hazelwood boeken schrijft die zich juist afspelen in de stemwereld. Hier heb ik het al vaker over gehad. Maar dit is haar allereerste fantasyboek. Ik vond dit echt een geweldig verhaal. Het gaat over vampieren, het gaat over weerwolven. En het gaat over een huwelijk waar twee mensen eigenlijk helemaal geen zin in hebben, maar dat toch moet plaatsvinden. Ik vond het echt een ontzettend vermakelijk verhaal. Ik denk eigenlijk dat ik dit boek misschien wel 5 sterren had gegeven als de spicy scènes niet zo goor waren. En met goor bedoel ik dat er bepaalde dingen werden omschreven, bepaalde elementen omschreven, waar je echt een beetje de kriebels van krijgt. En het fijne is dat ik reviews ging lezen en dat er meer mensen waren die dit dus hadden ervaren. Dus ik was niet de enige. In dit boek vond ik juist weer niet dat er te veel spice in zat. Het was juist een goede balans tussen normaal en spice. Maar het was gewoon dat er in die spicy scènes vieze dingen gebeurden die echt heel, heel goor waren. En een beetje misschien wel traumatiserend zijn voor jou als lezer. En het vervelende is gewoon dat het niet per se iets toevoegt aan het verhaal. Het maakt het juist minder aantrekkelijk, denk ik. En dan heb ik hier het volgende boek. En dat is De Schemertuin, geschreven door Sarah Nisha Adams. En dit boek is dus geschreven door de auteur van mijn lievelingsboek van 2023. Dus mijn verwachtingen waren ook erg hoog voor dit verhaal. En ik had eigenlijk gehoopt dat dit een 5-sterrenboek zou zijn. Maar dat is het helaas niet. Maar goed, het was wel een heel vermakelijk verhaal. Het verhaal gaat over twee buren die in Londen wonen. Zij delen een gemeenschappelijke tuin met elkaar, maar ze hebben een ontzettende hekel aan elkaar. Maar echt intense hekel. Ze kunnen elkaar niet luchten. Op een dag worden er briefjes bezorgd bij alle twee de buren met foto's van hoe die gemeenschappelijke tuin er vroeger uit heeft gezien. En dat plant op de een of andere manier een zaadje bij allebei. En ze besluiten om de handen ineen te slaan en de tuin te gaan verbouwen tot weer een gemeenschappelijke tuin, zodat ze daar met meerdere mensen van kunnen genieten. Het is een mooi verhaal waarbij familie centraal staat. Het gaat over hoe belangrijk buren voor je kunnen zijn. Het gaat over vriendschap. Het gaat over rouw. Het gaat over verlies. En het bijzondere aan het verhaal is dat je aan de ene kant het verleden leest. Dus je leest vanuit het perspectief van iemand die eerder in het huis heeft gewoond waar die tuin dus bij hoort. En je leest vanuit het heden. En dat wisselt elkaar continu af. En je vraagt je alleen maar wanneer komen deze verhalen samen. En op het moment dat die verhalen zo samenkomen, dan klopt gewoon eigenlijk alles aan dit mooie boek. Het heeft echt wel een indruk op me achtergelaten, maar het is geen 5-sterrenboek geweest. Ik vond het echt wel een mooi boek om te lezen en ik kan het daarom ook zeker aanraden. Ik heb hier een boek dat ik in 2 dagen uit heb gelezen. Dat is echt lang geleden dat ik zo snel een boek heb uitgelezen. Maar Yellow Face van R.F. Kuang heeft het voor elkaar gekregen. Dit verhaal is zo bizar en zo intrigerend. Het laat je niet los en het gaat je een beetje onder de huid zitten. Het verhaal gaat over Athena en June en zij zijn allebei auteur. En iedereen kent Athena. Athena is echt beroemd. Maar June, die heeft het nooit zo heel erg ver geschopt. En zij zijn bevriend met elkaar en er heerst heel veel jaloezie. June is ongelooflijk jaloers op wat Athena heeft bereikt. En Athena die leeft in zo'n bizarre wereld met de hoeveelheid luxe, omdat ze gewoon echt een hele goede auteur is waar ze, ja, ze heeft veel geld verdient. Dat ze mensen ook heel snel jaloers ermee kunt maken. Een beetje pocherig als het ware. De twee hebben met elkaar afgesproken en tijdens die afspraak sterft Athena door een ongeluk. Dus geen spoiler, staat ook achterop. June die heeft net te horen gekregen dat Athena heeft gewerkt aan een manuscript en niemand weet van het manuscript af. Echt niemand. De uitgever weet het ook niet. En June besluit op dat moment om dat manuscript mee te stelen en gaat dat zelf helemaal redigeren, herschrijven en gaat het opnieuw uitgeven. En op dat moment komt June in een enorm web van leugens terecht. Dat boek wordt namelijk uitgegeven en het wordt super beroemd. Alleen het kromme is dat het boek gaat over mensen die in China wonen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En laat June nou een witte vrouw zijn terwijl de zojuist overleden Athena van Chinese afkomst is. Dat strookt natuurlijk niet helemaal met elkaar. Dat boek dat doet het dus echt heel erg goed. En hij komt in de bestsellerlijsten. Iedereen heeft het over dit boek. Maar June komt daardoor terecht in een mega web van leugens. En op een dag wordt June geconfronteerd met iemand die haar probeert te ontmaskeren. En dat is waar dit verhaal over gaat. Dit boek is zo bizar. Het hoofdpersonage June is afschuwelijk. Je hebt echt een hekel aan haar. Maar het is zo intrigerend dat je moet blijven doorlezen. En dat hebben we aangekomen bij het volgende boek. En dat is een boek dat ik heb gelezen voor de boekenclub op mijn werk. En dat is het boek Hoe vermoord ik mijn familie? Geschreven door Bella Mackey. Dit boek was bizar en vreemd. Het was een leuk verhaal, het was vermakelijk, maar het was echt bizar en heel vreemd. Het gaat over Grace Bernard en zij heeft net haar moeder verloren. Haar moeder was dus heel erg ziek en die heeft Grace's vader om hulp gevraagd. Haar vader is afwezig en een miljonair en ze hoopt dat Grace hulp krijgt van haar vader.
Hij reageert er niet op, integendeel, hij wimpelt het compleet af. En Grace is daar zo boos over dat ze besluit om de hele familie te vermoorden. En dat is waar dat boek over gaat. Ik heb hem geluisterd als luisterboek en daardoor voelde het een beetje als een podcast. En ik vond hem heel vermakelijk. En in eerste instantie dacht ik geef hem 4 sterren. Maar hoe meer ik ging nadenken erover, hoe meer ik ook besefte dat het verhaal eigenlijk super ongeloofwaardig is. Grace heeft namelijk haar hele familie vermoord. En ze zit in de gevangenis voor een moord die ze niet gepleegd heeft. En eigenlijk alles wat er gebeurt klopt gewoon niet met het hele verhaal. Tijdens het lezen had ik dat niet door, maar hoe meer ik er naderhand over na ging denken hoe irritanter ik dat vond. Het was gewoon net even allemaal iets te ongeloofwaardig. En ik weet, het zijn boeken die fictief zijn, dus ja, weet je, het hoeft niet geloofwaardig te zijn. Maar ik moet zeggen, ik vond het echt een heel vermakelijk verhaal. Ik had hem in een mum van tijd uit. Het hoofdpersonage is echt heel vervelend. Het was toch boeiend genoeg om door te blijven lezen. En wat ik ook leuk aan het verhaal vond, was dat er echt een mega plot twist is dat op het einde die ik echt totaal niet had zien aankomen. Dus daardoor bleef ik ook maar gewoon lezen. En dan zijn we aangekomen bij het laatste boek en daar ben ik echt heel erg blij mee. Het is Fort Wayne, in steen gebrand van Rebecca Gerrold. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht. Het is zo'n mooie met spray edges. Op het moment dat ik dit nu film heb ik hem nog niet helemaal uit, maar ik weet 100% zeker dat ik hem aan het einde van de maand uit ga hebben, want ik ben nog, ja, ik moet niet zo heel veel meer lezen. Dit boek heb ik heel vaak geprobeerd om te lezen. Ik ben elke keer begonnen en dan na een pagina of 10 dacht ik, nee, ik heb hier helemaal geen zin nu in. Op de een of andere manier moet je soms gewoon in de juiste mindset komen om een boek te lezen, zeker met fantasy. En het duurde gewoon maar even totdat ik erin kwam. En ik zit er nu zo goed in dat ik gewoon het boek niet kan wegleggen. Het zit zo fijn in elkaar en op het moment dat je begint gaat het heel langzaam in het verhaal. Maar hoe verder je in het verhaal zit, hoe meer je er echt in wordt gezogen. En dat vind ik er echt heel fijn aan. Het verhaal gaat over Violet en zij wil graag scribent worden aan het befaamde Bezguiat Oorlogscollege. Die droom die valt echt volledig in duigen wanneer de generaal, haar moeder, besluit dat ze drakenrijder moet gaan worden. Het meest bizarre hieraan is dat de drakenrijders een groep is waarvan de helft eerst van de eerstejaars het vaak niet overleeft in het eerste jaar. Dus er vallen heel veel mensen af, er gaan heel veel mensen dood. Je vraagt je ook eigenlijk meteen af waarom wil die moeder haar dochter naar zo'n opleiding sturen als ze weet dat er een kans is dat ze sterft. Violet, die is eigenlijk meteen de underdog. Er gebeurt zo ontzettend veel rondom dat stukje familiegeschiedenis, imago. Violet moet eigenlijk continu voor haar leven vrezen. En zeker voor Xaden. Xaden heeft echt een hekel aan haar, maar echt extreem. En hij is de squadronleider. En je raadt het eigenlijk al. Violet wordt ingedeeld in het squadron van Xaden. Maar op de een of andere manier heerst er een mega chemie tussen de twee. Het is niet goed uit te leggen als je zo de achterkant leest, maar in het boek kom je er vanzelf achter. Het is super spannend opgebouwd, omdat je eigenlijk alleen maar wil weten hoe gaat Violet dat eerste jaar doorkomen? Gaat het haar überhaupt lukken? En gaat er een draak zijn die zich aan haar wil binden? Hoe gaat het tussen haar en Xaden? Wie is de love interest van Violet? Je weet het gewoon niet. En dat vind ik er zo goed aan dat je gewoon geen idee hebt hoe nu verder. Dit boek kan ik echt zeker aanraden. Als ik hem uit heb, ga ik direct aan boek 2 beginnen. Want die heb ik recentelijk gekocht en ik ben er heel erg blij mee. Maar het is in ieder geval een heel goed verhaal. Het is de eerste keer dat ik echt zo'n drakenboek lees. Andere boeken die ik heb gelezen, die hadden niet specifiek iets met draken te maken. Maar ik ben heel blij dat ik hem eindelijk heb opgepakt, want hij is fantastisch. Dit waren de boeken die ik in februari en maart heb gelezen. Het waren er dus niet zo bizar veel. Normaal lees ik eigenlijk meer of ik probeer om meer te lezen. Maar ik wil toch ook zo dit aan je laten zien, zodat je ook ziet dat het oké is als je wat minder leest. En dat het niet erg is dat je misschien 1 of 2 boeken per maand leest. Dat hoort er gewoon bij. Het lukt niet altijd om heel veel boeken te lezen. Ik hoop wel dat ik in de maand april iets meer ga lezen, want ik probeer mijn leeslijst weg te werken. En ik vind het nogal een uitdaging, merk ik, omdat het gewoon ja, best wel veel is. En op de momenten dat ik het wat druk op werk heb, dan merk je gewoon, je komt er niet echt goed aan toe. Dus ik moet ook echt die tijd bouwen voor mezelf in een dag om te gaan lezen, want anders gebeurt het gewoon niet. En het helpt me ook altijd heel erg, juist als ik het zo druk heb, om te lezen, omdat ik dan veel meer ontspan. Dus ik moet voor mezelf ook wel de komende tijd even wat meer van die ontspanningsmomenten inbouwen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Ik ben volgende week weer terug met een nieuwe video. Dus tot dan. Doei doei.